Des morgens om 10 uren zit ik door het raam te turen. Dan nadert uit de verte in mijn straatje een juffrouw met wat kleuters. U weet wel van die peuters, als van een schattig kinderkamerplaatje. Dan ren ik met 3 treden de trap af naar beneden. Want die juffrouw wordt door mij aanbeden. En ik vraag juffrouw toe, wees niet flauw, maar zeg me vrouw waarom mag ik niet mee zo'n blokje om. Zeg kleine schooljuffrouw, wat stap je als een vrouw zo met je klasje in het pasje naar die school van jou. Zeg waarom doe je mij niet een keer een pleziertje en neem ook mij eens met je mee in het vrij kwartiertje. Mijn kleine schooljuffrouw, heb je precies niet gauw, of dat ik vertel en voor je spel hoe van je hou. Ik ken mijn les, wordt een succes, neem mij gerust maar onder het mes. Ik krijg een 10, dat zul je zien, en jou tot vrouw. Eerst deed ze wat verlegen, maar ik heb mijn 10 gekregen en alles op stadhuis in het net geschreven. In plaats van kleuterklasje, loop ik nu in het pasje. En nu regeert ze mij haar verdere leven. Tracht ik haar te bekoren, dan lispelt ze in mijn oren. Nog één zoen en je gaat een bank naar voren. Maar die laatste kus was maar 2+, een betere kus hij kon. Dan gaan we nog een blokje om. Zeg kleine schooljuffrouw, wat stap je als een pauw zo met je klasje in het pasje naar die school van jou. Zeg waarom doe je mij niet een keer een pleziertje en neem ook mij eens met je mee in het vrij kwartiertje. Mijn kleine schooljuffrouw, heb toe precies niet gauw, of dat ik vertel en voor je spelhoek van je hou. Ik ken mijn les, het wordt een succes, neem mij gerust maar onder het mes. Ik krijg een 10, dat zul je zien, en jou tot vrouw.